De Zoo van Antwerpen is een dierentuin in het hartje van Antwerpen. Het is een prachtige dierentuin en die bestaat dit jaar 175 jaar. En naar aanleiding van die verjaardag hebben wij Zoo of Life geschreven. Het is een verhaal over liefde tussen mens en dier. En daarom was het heel belangrijk dat in onze voorstelling de dieren heel goed echt binnenkwamen. Je had geen decors nodig, want daar zorgden de led en de projecties voor. Luc Stevens had ons gevraagd om mee te werken aan deze musical. Onze opdracht was erin om de beleving dus te creëren zodanig dat de mensen het idee hadden dat ze midden in de zoo waren eigenlijk en dat ze onderdeel van het spektakel waren. We hebben gebruik gemaakt van 300 vierkante meter ledschermen, een aantal echte decor-elementen. En daarbuiten hebben we voor de relatie met de dieren hebben we gebruik gemaakt van een pepperscrim-projectie, waar dat we de dieren kunnen interactie doen met de acteurs. En door het feit dat je de gaas niet ziet en je kan die op een plaats brengen, midden in de spelscène, krijg je het gevoel alsof dat eigenlijk een 3D-projectie is. Voor de acteurs was het ook wel een hele ervaring om te werken met die projecties. We hebben gerepeteerd zonder de projecties en dan zijn we in de grote zaal gekomen. En toen kregen ze plots een gorilla te zien waar ze mee in interactie moesten gaan. En dat was eigenlijk voor die acteurs wel heel prettig om dat te ervaren. Dus ze hadden daar een beetje bang voor, maar uiteindelijk is dat heel goed gelukt. Ook het stukje waar een man zong met een okapi was heel emotioneel. En die okapi die stond daar, dat was net dat hij daar echt stond en die verbinding tussen die acteur, die was er eigenlijk onmiddellijk. De projector is bijna een acteur in dit geheel, want hij zorgt voor de dieren, de relatie tussen de dieren en de acteurs. En we kunnen ons echt niet permitteren dat er iets mee gebeurt of dat dat ding zou uitvallen in het midden van de show. Ja, we hebben eigenlijk voor Panasonic gekozen. We kennen Panasonic ook al een hele tijd. Het is eigenlijk onze geprefereerde partner als het om projectie gaat. De projector die we hier gekozen hebben is een 30.000 Angelumen. Deze projector, heel sterk, die heel compact is, die heel stil is, wat eigenlijk wel heel belangrijk is in de musical. Zoals deze. Het mooie aan de voorstelling was ook als mensen, de toeschouwers, naar buiten kwamen, dat ze ongelooflijk geëmotioneerd waren geraakt. Ze waren echt in de dierentuin. Ze hebben het gevoeld. Daar doe je theater toch voor, om bij mensen emotie binnen te brengen. En daar heeft nu LED en de projectie heel veel toe bijgedragen. En dat geeft mij een ongelooflijk gevoel dat dat gelukt is. Dat is keiplezant.